Nou, vandaag is het 8 december en op vele verzoek weer even een update. Want er is toch wel heel erg veel gebeurd en ik ben zelf ook weer aan het werk. Dus ik heb gewoon veel minder tijd. En elke keer als ik hier wel ben, dan is het al snel dat iedereen aan de slag is en het heel erg druk is. En dan werkt het ook niet. Maar dit is het techniekhok, zo noemen we dat. Er hangt een ventilatieunit voor in de keuken, maar die gaan we niet veel gebruiken. Ik ben bezig om het domotic systeem weer aan de praat te krijgen, omdat het vandaag gaat vriezen. En dan moet de kachel van de kassa aangestuurd worden, dat doe ik via domotic. Nou, ik heb de antenne hier geïnstalleerd en de zender. En die heb ik nu gelinkt met de Raspberry boven de trap bij de verwarming. En dat heb ik nu net werkend, dus dat kunnen we weer gaan gebruiken. Verder zijn Annie en Wim in de bijkeuken. Heeft Annie de wanden geverfd. Wim is met de deuren bezig en de kozijnen. En hier, ja, als die wand moet nog een keer, die is niet helemaal dekkend. En verder hangen er ook overal thermostaten. Die hangt even tijdelijk los omdat er geverfd moet worden. Maar dit is de keuken, wat ook helemaal staat. Nou, hier wonen we inmiddels gewoon volledig. En de verlichting moet nog even. Lampjes voor de boven het aanrecht heb ik ook liggen. Moet ook nog gedaan. Wat hier heeft Wim heeft gisteren ook de deur. De schuifdeur. Geverfd. Nou, dat ziet er ook gewoon hartstikke mooi uit. Die Wim is ontzettend veel aan het verven en dat is toch wel heel erg fijn. Dit is het halletje. Hier moeten de muren nog, maar dit is de toegang naar Ria's kantoor. En daar zijn Ria en ik bezig geweest. Dus Wim heeft hier ook de deuren, wanneer het kozijnen en deuren geverfd. Nou, de vloer ligt erin. En Ria heeft gisteren hier de eerste coachingsklant gehad. Dus dit is het kantoor van Ria en dat is echt een hele mooie ruimte geworden. Met een paar mooie ramen. Daar komt het bureau in de hoek te staan. Dus deze is in principe klaar en geverfd. Plek voor de kachel daar waar het gat zit. Daar stond ook origineel de kachel in de woonkamer. En vensterbanken, die moeten nog één keer in de blanke lak gezet. En dan kunnen we hier ook, kan dat ook definitief ingericht worden. En verder is het toilet. Is het ook zo goed als klaar. Ik heb er een sensor in gehangen dat het licht automatisch aan en uit gaat. Want anders was het veel te veel gedoe om hier een schakelaar in de muur te frezen en sleuven in de muren te frezen en zo. Dus daar heb ik een sensor gemaakt. Dus die gaat automatisch aan en uit. En het toilet is ook operationeel, deuren zijn klaar. Nou, en wonen in de woonkamer, nou, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dit is nu even de plek bij de kachel. Dat is onze derk. En daar ligt onze trico te slapen. Dit is even tijdelijk het kantoor van Ria. Kootje. Dus Rie zit even hier in het hoekje van de woonkamer. En we kunnen binnenkort spullen oppakken en verhuizen naar het kantoor. Slaapkamer. Dit is het toilet. Dat was ook het oorspronkelijk toilet. Ik heb hier met een staalkabeltje naar een trekschakelaar gemaakt, omdat hier ook anders leiding in gevreesd moet worden. Dus hier maak ik een soort steentje aan dat je eraan kan trekken. En deze met een beugeltje, dus dat moet nog even wat langer gemaakt worden. Maar dit is dus het toilet wat origineel het toilet was voor de gasten. Slaapkamer is klaar. Vloer ligt erin. Blinkers liggen erin. Gordijnen moeten nog. Nou, ik ben hier nog in de meterkast bezig. Voor de netwerkverbinding naar het techniekhok. Dus dit is de meterkast.
Dus de doorverbinding. Ik moet alle kabels nog fatsoeneren hier. Het was nu even zaak dat het ging werken voor morgen. De kast staat daar tijdelijk. Omdat we in deze hoek willen we kledingkasten laten maken. En dan kan die kast ergens anders naartoe. Ook het helemaal staat. Badkamer. Klaar. Behalve de spotjes. Spotjes heb ik al. Het ook helemaal staat. Douchehout. Nu is het klaar. Spiegel. Die moet er nog. Dus een oude spiegel die had er nog liggen. Wasbak. De acacia. Blad. Dit is gewoon een heerlijke ruimte. En omdat de temperatuur ook allemaal apart te regelen is, kunnen we het hier wat warmer houden dan in de slaapkamer. En dat is wel erg fijn. Dus dat is wat er nu eigenlijk gaande is. Dus we hebben best wel veel stappen gedaan. En moeten nog genoeg andere dingen. Moeten spots in de keuken nog gaan inbouwen in die koof. Spots heb ik al. Moet de centrale afzuiging voor de toiletten en de douche moet ik nog monteren. En dat wordt ook aangestuurd door Domotix. Met sensoren in de toiletten. Dat als het licht aangaat, dat de ventilatie aangaat. En voor een bepaalde tijd. Dus dat eigenlijk voor nu even. Ik zou zeggen. Ja, dus ik weet niet wanneer er weer een volgende komt. Misschien als het bijna af is. Op een moment. Ja, het is nu eigenlijk bijna af. Maar... Dus we moeten even kijken wanneer we de volgende doen. In ieder geval is het heerlijk zitten hier. Het was gisteren of eergisteren volle maan. Dan zaten we hier te eten. Met gewoon een fantastisch uitzicht op de volle maan. Dat is wel super. Dus ik zou zeggen tot de volgende. Doeg.